Roberts vertrokken voor 10 ronde finale in de standaardauto Tour 1300 cc. Voor Serij, Mike Bruin, Ziese van de Vossenberg en vanaf de buitenkant Patrick Doel. De 517, de junior Raad Lopik in de blauw voor de junior uit Hollandse Veld, Mike Bruins. En op de derde plek uit IJsselstein uit het Limburgse Isjan van de Vossenberg. Ja, dit is nog maar het begin van die 15 ronde die de uitklasse heeft te gaan. De eerste ronde zit er bijna op en dat is een beetje glad, het is een beetje glibberen. Patrick Doop aan de leiding, Mike Bruins op 2. Isha van der Vossenberg en de 500 elefant Gijs Kovacs. In de MAN Bolide, de junior uit Driebrugge. In het zit op de vierde plek. De vijfde plek, tweetal dicht bij elkaar. Ja, je bent voor mij nog steeds de enige. Kijk hoe het van voren of met Michael even kunnen aansluiten. Probeert het aan de binnenkant, Mike Bruins. Maar de hoop probeert hem te verdedigen. Buitenom en proberen snelheid mee te nemen. De rechteruit weer op richting de chicaan. Half metertje Mike Bruins tevoren. Het blijft van deur aan deur en klik aan klik gevecht hoort tussen de nummers 1 en 2. Mikey Bruins en Patrick Doop. Nu in het voordeel van Mike Bruins. Bad Mike, Patrick Doop, knopt zich de winnaars, de 504. Isa van der Vossenberg, Gijs Kovacs. Krijgen we daarachter Wouter te Berg. Gevolgd door de 523 van Bas Verrijen. Junior Raad Groessen uit de Diemers. Dan de eerste van de... Van Rossenbroertjes die we terugvinden op de zesde plek. En de vorm van de 531 met Remo van Rossen. De 510 van Richard Huizen erachter. In het geel Benjamin Zuidam. Dan is het de 512, dacht ik, van Mark van Weijden. In het gezelschap van Gracie Jack Jansen. Zomereind. Mikey Bruins en Patrick Doop, onveranderd dicht bij elkaar. Isje van der Vossenberg, een beetje de nieuwe dan ertussen. Gijs Kovacs. Wouter de Berg, Bassie Verweijen. De 513 van Richard Huisman. Verweijen wil een plekje opschuiven. Die probeert daar Wouter de Berg een plek terug te zetten. Bas Verweijen naar de P5. Mike Bruins, de 539, 517 Patrick Doop, 504 Isha van der Vossenberg, 511 Gijs Kovacs, 523. Bas Verweijen, 524, Wouter de Berg, de 510, is dat van Richard Huisman. De 531 van Raymond van Rossum, Benjamin Zuidam, Mark van Weijlen, Dikkie Jansen, Kees Wisland, Luc van Weijlen en Raymond van Rossum. Die zet hem daar tegen de wal, tussen de bocht 1 en 2. Bruins die in deze fase wegloopt. Patrick Doop die het tempo niet meer kan bolwerken. En dan is het vanaf de derde plek Isha van der Vossenberg die het gaatje lijkt dicht te rijden. Naar Patrick Doop, maar ook gelijk rokontwikkeling bij Isha. Twee ronden nog te gaan. De 504 op de derde plek liggen. Isha van der Vossenberg meldt zich achter Patrick Doop. Bas Verweijen, Gijs Kovacs en Richard Huisman. Het tweede triootje op de plaatsen 4, 5 en 6. 5-26, Lucie van Weijnen. 5-33, Gijs Wismans uit Kasserij. Hier gaan we naar de leider met 539, Mike Bruins. 5-17, Patrick Doop en de 504, Lucia van der Vossenberg. De vierde plek nu, Bas Verweijen. Rijdt ze toch sterk naar voren, junior uit Groessen. Huisman even langzij bij Kovacs en Kovacs aan de binnenkant weer terug. We zitten weer in de laatste ronde.
150 meter nog te gaan voor de kop van de wedstrijd. En is er wederom iets voor met Mike Bruins. En op de tweede plek Patrick Doop. 3 Isja van der Vossenberg. 4 Bas Verweijen. 5e plaats Sand Gijschalvaart. 6 Richard Huisman. 7e plek voor de 512 Luc Mark van Weijlen. 537 Benjamin Zuidam, de 531 van Raymond van Rossum. 519 Jack Jansen, 533 Gijs Wismans. En dan met ook een Rocket de Belieder.